Privacy is vandaag en gisteren al regelmatig gevallen en dan wordt vaak verzucht problemen, problemen, et cetera. Daarom ben ik heel blij dat vandaag Udo Boelen hier is om wat licht op de zaak te schetsen. Want Udo is werkt bij het Centraal of College Bescherming Persoonsgegevens. Hij is daar hoofdtoezicht private sector en heeft daar te maken met alles wat rondom cloud op gebruikers en instellingen afkomt. Vraagstukken waar zowel afnemers als aanbieders mee worstelen. En ze hebben er al heel hard over nagedacht en wil graag een licht werpen op hoe ver ze staan. Udo, de vloer is voor jou als de presentatie daar is. Ja, dames en heren. We zagen het net al ook in het filmpje waar we een toekomstbeeld hebben voor 2018. Where we are going, we don't need the roads. Dat is een citaat uit de film Back to the Future, het thema van deze relatiedagen. Maar daar wil ik nog wel iets aan toevoegen. But that does not mean that there are no rules. Het werd al aangekondigd, ik ben Udo Oele, ik ben hoofd van de afdeling Toezicht Private Sector van het College Bescherming Persoonsgegevens, kortweg CBP. En ik ben hier vandaag om u wat te vertellen over privacy in de cloud en dan met name over de wettelijke regels die ook daar gelden. Cloud computing houdt u bezig, maar het houdt ons ook bezig. We hebben een tijdje geleden een zogeheten zienswijze afgegeven aan Surfmarket, waarin we een aantal vragen, fundamentele vragen, hebben beantwoord over cloud computing. Daar ga ik zo meteen uitgebreid op in, maar niet voordat ik u wat meer heb verteld over, nou, wat is dat CBP nou eigenlijk, wat doen we precies en waarom hebben we ook zo'n belangstelling voor cloud computing. In de Europese datarichtlijn, die uit is gewerkt in de Nederlandse wet bescherming persoonsgegevens, wordt voorzien in een toezichthoudende taak voor dataprotectieautoriteiten in alle lidstaten. Nou, het College Bescherming Persoonsgegevens is die dataprotectieautoriteit in Nederland. Dat betekent dat wij toezien op de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt, dat we toezien op de wijze waarop wetten waarin dat wordt geregeld, dat dat op een ordentelijke manier gebeurt. Nou, waarschijnlijk de meest bekende wet in dat verband is de wet bescherming persoonsgegevens, maar we zien in heel veel specifieke sectoren ook wetgeving waarin dat wordt geregeld. Op uw vlak bijvoorbeeld de wet op het onderwijsnummer of het convenant bescherming leerling, deelnemer en studentgegevens. Hoe doen we dat nou? Eigenlijk grosso modo via drie wegen dat we dat toezicht invulling geven. Allereerst brengen wij zienswijzen, zoals hier over cloud computing, uit en brengen we richtsnoeren uit waarin we de norm uit de wet bescherming persoonsgegevens duiden. En we geven daar gelijk ook in aan op welke wijze we onze handhavingspraktijk vormgeven. Richtsnoeren zijn vrij gedetailleerd, komen van onszelf af, terwijl een zienswijze op verzoek is van een verantwoordelijke die met een aantal nieuwe rechtsvragen worstelt. Richtsnoeren over de beveiliging van persoonsgegevens, ik werd er zo net al even door een van uw collega's over aangesproken, die zijn bijvoorbeeld ook in de maak. En die zullen in het najaar worden gepubliceerd en ook in deze presentatie komen daar wel een aantal elementen ook weer terug van wat dat precies inhoudt. Een tweede belangrijke taak is dat wij wetgevingsadviseur zijn. Op het moment dat de regering, het parlement, wetgeving voorneemt over het waarin persoonsgegevens worden verwerkt, dan is het aan ons om daar wijze woorden over te schrijven. Uiteraard is het aan de wetgever volgens om daar wel of iets niet mee te doen. Maar goed, we hebben die adviserende taak. Onze belangrijkste taak, vinden we zelf, is dat wij door middel van onderzoek toezien op overtredingen of over vermeende overtredingen van de wet. Dat is onze handhavende praktijk. We doen dat aan de hand van prioriteringscriteria. Persoonsgegevens worden natuurlijk massaal verwerkt. Overtredingen
Misschien ook wel massaal, dat weten we niet, maar we zijn een kleine organisatie. Dus wij kijken alleen maar naar die mogelijke overtredingen die ernstig zijn, structureel, die veel mensen betreft en waar wij ook daadwerkelijk effectief kunnen optreden. Op het moment dat je bijvoorbeeld een verantwoordelijk hebt ergens in het buitenland en de rechtsmacht ligt bij een ander land, ja, dan kunnen wij niet effectief optreden. Dus daar zullen wij geen energie in steken, anders dan in samenwerking met die andere autoriteit. Nou, verwerking van persoonsgegevens, dat beperkt zich niet tot Nederland. Het gaat binnen Europa over de grenzen, buiten Europa, het gaat de cloud in. Het is dus ook reuze belangrijk dat er een goede en intensieve samenwerking is tussen al die dataprotectieautoriteiten binnen Europa, maar ook internationaal. In dat verband wil ik graag noemen de artikel 29 werkgroep. Dat is het samenwerkingsverband van Europese dataprotectieautoriteiten. Onze voorzitter Jacob Koonstam van het CBP is sinds februari 2010 daar ook voorzitter van. En die gezamenlijke dataprotectieautoriteiten die werken samen om met name ook nieuwe invulling te geven aan de interpretatie van de dataprotectiewetgeving aan de hand van nieuwe technologieën. Dat wordt gedaan in zogeheten opinies. Die opinies die zijn ook openbaar, die zijn via internet te raadplegen. En in dit verband is ook relevant dat er in afgelopen zomer, door de artikel 29 werkgroep een opinie is gepubliceerd over cloud computing. Opinie waar ook het CBP hard aan heeft meegewerkt. Want cloud computing, en ik vertel u helemaal niks nieuws, neemt een steeds grotere vlucht. De resultaten van een grootschalig onderzoek onder Nederlandse bedrijven van dit jaar laat gewoon zien dat er een verdubbeling van cloudtechnologie in 2012 wordt verwacht. Een leerplatform, It's Learning, in uw sector laat voorspeld dat het gebruik van cloudtechnologie wel eens de nieuwe trend in onderwijsgebied zou kunnen worden. Vrij recent heeft Nelly Kroes, de eurocommissaris, iets geroepen over als je cloud niet gebruikt, dan kost dat miljarden en miljarden aan economische groei. Kortom, cloud computing, cloud technologie heeft enorme voordelen. Hierbij, en daarvoor sta ik natuurlijk hier als toezichthouder, is het wel van essentieel belang dat zowel de aanbieders als de afnemers van die clouddiensten zich bij het verwerken van persoonsgegevens in de cloud zich heel goed houden aan de wettelijke voorschriften. En daar ga ik nu nader op in. Dat is eentje te snel. Kijk, als het niet in de cloud staat, dan gaat het gelijk niet meer goed, hè? Nou, ik heb al eerder de Europese privacyrichtlijn genoemd. Dat is het framework voor de Europese lidstaten waarin geregeld is hoe er omgegaan met persoonsgegevens, met de verwerking van persoonsgegevens. Nou, deze richtlijn is in al die lidstaten uitgewerkt, in Nederland dus in de wet bescherming persoonsgegevens. De reden waarom die Europese richtlijn in de tijd is geïmplementeerd in de Europese Unie was eigenlijk tweeledig. Aan de ene kant, zoals dat bijna bij alle richtlijnen gebeurt in Europa, om een vrij verkeer van in dit geval persoonsgegevens op de interne markt te waarborgen. Maar aan de andere kant om ook een passend en hoogwaardig beschermingsniveau voor die verwerking van persoonsgegevens in al die lidstaten te garanderen. Deze twee aspecten zijn allebei even belangrijk. Het vrije verkeer van persoongegevens binnen Europa is alleen maar mogelijk en kan alleen maar gebeuren omdat er een gelijkwaardig en passend beschermingsniveau is. U heeft misschien al wel gehoord of gelezen dat er door de Europese Commissie voorstellen zijn gepresenteerd om de huidige richtlijn te vervangen in enerzijds een algemene verordening, die dan ook rechtstreeks werking zal hebben in alle lidstaten, en een specifieke richtlijn voor de politie- en justitiesector.
Nou, op dit moment worden die voorstellen intensief besproken, zowel in Europa als in alle lidstaten. Ook het CBP doet daar hard aan mee, want wij ondersteunen die voorstellen ook van harte. De richtlijn zoals we die nu kennen is van ver voor het internettijdperk en technologische ontwikkelingen. Maar ook het aantal verwerkingen van persoonsgegevens heeft sindsdien een enorme vlucht genomen. Kortom, tijd dat er een update komt van de algemene regelgeving, waarbij het essentieel is dat de verordening, althans het voorstel zoals dat er nu ligt, wel de basisprincipes handhaaft. Dus het niveau van bescherming van persoonsgegevens handhaaft en op onderdelen ook versterkt. Wat verder ook van belang is, is dat er bij de verantwoordelijke organisaties die persoonsgegevens verwerken, dat daar ook een nog grotere verantwoordelijkheid wordt neergelegd. En het is van belang dat daar een meldplicht voor datalekken in wordt voorgesteld, waarbij organisaties waar een datalek plaatsvindt aan de bel moeten hangen om zowel betrokkenen als ook de toezichthouders daarover te informeren. Nou, zover is het nog niet. We hebben nog steeds de huidige privacyrichtlijn en de Nederlandse wet bescherming persoonsgegevens. Een van de beginselen uit de WBP is dat de verantwoordelijke, en dat is degene die het doel en de middelen bepaalt waarlangs persoonsgegevens worden verwerkt, dat die de verwerking en de persoonsgegevens dient te beveiligen. Dat is ook zo op het moment dat een verantwoordelijke van een zogeheten bewerker gebruik maakt. Een bewerker kan bijvoorbeeld zijn een aanbieder van een clouddienst. De verantwoordelijke is en blijft verantwoordelijk voor de beveiliging. Hij moet dan ook een bewerkersovereenkomst sluiten, althans dat zal bijna doorgaans altijd het geval zijn, omdat standaard algemene voorwaarden vaak niet volledig voldoen. Maar hij zal dus altijd een bewerkersovereenkomst moeten sluiten met de bewerker, waarin hij afspraken vastlegt over beveiliging, waarin hij afspraken vastlegt over de wijze waarop hij ook kan controleren of de beveiliging wel in orde is. En waarbij hij ook afspraken maakt dat op het moment dat er wat gebeurt, bijvoorbeeld bij een datalek, dat hij goed wordt geïnformeerd. Dit geldt dus ook bij bewerkersovereenkomsten die met cloudleveranciers worden afgesloten. In de bewerkersovereenkomst moet ook ingegaan worden op de vraag of een bewerker of een aanbieder van een clouddienst gebruik maakt van andere bewerkers, subbewerkers. En er moet worden ingegaan op de vraag waar bijvoorbeeld gegevens worden neergezet. Wat verder van belang is uit de wet bescherming persoonsgegevens, is dat er bij de verantwoordelijke een informatieplicht wordt neergelegd. De verantwoordelijke moet betrokkenen informeren over de vraag waar persoonsgegevens staan. Wat gebeurt er met die persoonsgegevens en waar worden die verwerkt? Als dat voor een belangrijk deel buiten de Europese Unie is, dan komt er een extra last bij die verantwoordelijke te liggen om duidelijk te maken waar die gegevens naartoe gaan. Nou, ik heb al gezegd, binnen de Europese Unie is door die Europese richtlijn een gezamenlijk, gemeenschappelijk, passend beschermingsniveau gerealiseerd. Dus binnen de EU kunnen persoonsgegevens vrijelijk worden gewisseld. Wat je natuurlijk bij een ontwikkeling als cloud ziet, is dat zowel de aanbieders als de plekken waar gegevens worden verwerkt all over the world zijn. Niet uitsluitend in Nederland of in Europa, sterker nog vaker niet dan wel, maar in landen waar niet een passend beschermingsniveau is. India, Pakistan. Dat betekent dat er ook extra nagedacht moet worden over de vraag waar gaan die persoonsgegevens heen. Want op het moment dat ze naar een land gaan waar niet dat passende beschermingsniveau geldt, dan zal een verantwoordelijke een vergunning aan de minister van Justitie moeten vragen om die persoonsgegevens uit te kunnen voeren. In die vergunning wordt dan geregeld dat er allerlei passende waarborgen zijn gemaakt om ervoor te zorgen dat er geen rare dingen met die persoonsgegevens gebeuren. Er zijn allerlei hulpmiddelen voor ontwikkeld, zo'n modelcontract voor een verantwoordelijke die naar een andere verantwoordelijke buiten Europa
persoonsgegevens exporteert, maar ook voor bijvoorbeeld een modelcontract waarbij persoonsgegevens worden doorgegeven aan een bewerker buiten Europa. Dames en heren, de Verenigde Staten worden niet aangemerkt als een land met een passend beschermingsniveau. Dat komt omdat er geen algemene wetgeving is rondom de bescherming van persoongegevens. Er is wel als een soort van zelfreguleringsmechanisme en om de handel, het verkeer in de handel tussen Europa en de Verenigde Staten te bevorderen, is er het zogeheten Safe Harbor Framework opgesteld. Nou, dat is een systeem van zelfregulering waarbij bedrijven zich conformeren aan de principes uit dat Safe Harbor Framework en waarin ze daarmee zeggen dat zij zullen voldoen aan die principes om een adequaat niveau van verwerking van persoonsgegevens te garanderen. Door de Europese Commissie is dat aangemerkt als een passend beschermingsniveau. Over die Safe Harbor kom ik overigens zometeen nog even terug. Binnen Europa, dat zeg ik al, zei ik al, wet. Er wordt al lange tijd nagedacht over beveiliging en ook over beveiliging in de cloud, internettechnologieën. We hebben in Europa, dat heet INISA, dat is een overkoepelend orgaan waarin allerlei specialisten uit Europa bij elkaar komen om daar standaarden voor te ontwikkelen, adviezen over te schrijven. Nou, ik noemde zo net ook al onze richtsnoeren, onze eigen richtsnoeren over beveiliging van persoonsgegevens die dus in de maak zijn. Vorige maand heeft het CBP een zienswijze gepubliceerd over cloud computing. Dat is gebeurd op verzoek van SurfMarket. En in deze zienswijze hebben wij drie vragen beantwoord van SurfMarket die er leefden op het terrein van verwerking van persoonsgegevens in de cloud. Een zienswijze is niet iets wat iedereen altijd maar zomaar mag vragen. Ja, je kunt wel vragen, alleen je krijgt het niet. Maar dat geven wij alleen maar op het moment dat er sprake is van nieuwe rechtsvragen als gevolg van nieuwe technologische en of maatschappelijke ontwikkelingen. Nou, cloud computing is ten dele wel, ten dele niet een nieuwe technologische en maatschappelijke ontwikkeling. En de vragen die bij ons waren neergelegd, die vonden wij dermate relevant dat wij er ook een zienswijze op hebben willen afgeven. Op een iets geabstraheerder niveau misschien dan de vragen waren gesteld, zodat ook ja, de rest van Nederland er baat bij zou kunnen hebben. De vragen van SurfMarket hadden voor een belangrijk deel betrekking op die Safe Harbor Principles en dat Safe Harbor Framework wat ik net al noemde. In onze antwoorden, in onze zienswijze, hebben wij benadrukt dat dat Safe Harbor Framework weliswaar de doorgifte van persoonsgegevens naar de Verenigde Staten mogelijk maakt, maar dat dit nog niet garandeert dat de daadwerkelijke verwerking van de persoonsgegevens ook in overeenstemming is met de wet bescherming persoonsgegevens. Ook al garandeert een aanbieder van bijvoorbeeld een clouddienst in de Verenigde Staten dat hij zich conformeert aan de Safe Harbor Principles, dan wil dat nog niet zeggen dat hij zich daar in de praktijk ook daadwerkelijk aan houdt. Eigenlijk, dat is niet omdat ik nou vervelend wil zijn over de Verenigde Staten, maar dat geldt natuurlijk ook voor verantwoordelijken die hier in Nederland aan de WBP onderhevig zijn en die zeggen dat ze zich aan houden en dat misschien wel niet doen. Wat wel van belang is, is dat op het moment dat een Nederlandse afnemer van clouddiensten in de Verenigde Staten clouddiensten afneemt, ja, dat die verantwoordelijke er verantwoordelijk voor blijft dat de wet bescherming persoonsgegevens wordt nageleefd. Niet alleen wij, maar ook andere toezichthouders hebben zich uitgelaten over cloud computing. Ik noemde dus net al de opinie van de artikel 29 werkgroep, dus de gemeenschappelijke toezichthouders die in Europa met elkaar samenwerken om duiding te geven aan de wijze waarop er met persoonsgegevens om moet worden gegaan.
En in die opinie, daarin staat een hele belangrijke conclusie. En dat is dat wanneer u aan de slag gaat met een cloud aanbieder, dat er een gedegen risicoanalyse gemaakt moet worden. Ik kom daar zo meteen nog wel op terug. Maar er staat ook iets anders in die opinie, namelijk een oproep aan de aanbieders van clouddiensten om ook goed te informeren aan afnemers, aan potentiële afnemers, welke voordelen er allemaal zijn. En we weten allemaal, daar zijn ze ontzettend goed in, maar ook welke mogelijke risico's eraan verbonden zijn. Ik weet niet of u afgelopen weekend NRC heeft gelezen. Dat was niet zozeer een artikel over de zakelijke markt, maar dat ging over het gebruik van cloud technologieën door met name particulieren. En het was een heel artikel over wat er allemaal mis kan gaan op het moment dat je onzorgvuldig bent als gebruiker, bijvoorbeeld met het achterlaten van wachtwoorden in browsers. Nou, hele verhandelingen over hoe Chrome daarmee omgaat, buitengewoon interessant om te lezen. Essentie van dat artikel was ook, beste aanbieders van dit soort diensten, vertel ook aan die gebruiker wat voor risico's er mee in liggen om het zo te gebruiken. En zorg er ook voor dat die gebruiker zich daarvan bewust is. Afgelopen jaar, 2011, zijn er in Scandinavië ook uitspraken geweest van toezichthouders, van de Deense en de Noorse toezichthouder, ook over het gebruik van clouddiensten. In beide uitspraken, toentertijd, zei de toezichthouder dat het gebruik van Google Apps door gemeenten niet was toegestaan, werd verboden. De Deense toezichthouder die zei van ja, de Deense gemeente die het wilde gebruiken, die had niet goed nagedacht over de risico's die er mee aan de hand konden zijn. Er was niet goed gesproken en er waren geen goede afspraken gemaakt over de beveiliging. De Deense gemeente wist niet waar de persoonsgegevens werden verwerkt. Ja, en grosso modo zei de diensttoezichthouder, ja, onder die omstandigheden kun je als verantwoordelijke nooit je verantwoordelijkheid nemen voor die persoonsgegevens die worden verwerkt. Nou, begin 2011 heeft ook de Noorse toezichthouder een uitspraak gedaan, ook over een Noorse gemeente. En dat kwam grosso modo eigenlijk op hetzelfde neer. Nou, wat we nu zien is dat net 2-3 weken geleden de Noorse toezichthouder de uitspraak over Google Apps heeft herzien. Google Apps wordt nu toegestaan in Noorwegen, maar wel onder voorwaarden van een aantal stringente zaken die we ook terugzien in de opinie van de artikel 29 werkgroep. Onder andere dat er een risicoanalyse moet worden gedaan en dat er een bewerkersovereenkomst moet worden gesloten. Nou, voor ons in ieder geval ook een voorbeeld dat, dat de samenwerking in Europa zo cruciaal is om te komen tot goede dingen in Europa. Een terugkerend punt in al die uitspraken van onszelf, van de Noorse, Deense toezichthouder van de artikel 29 werkgroep, is dat het van cruciaal belang is dat voordat u ergens aan begint, dat er een risicoanalyse wordt uitgevoerd. Dat betekent enerzijds dat er goed moet worden nagedacht over de vraag wat voor persoonsgegevens er eigenlijk worden verwerkt. Want dat bepaalt namelijk ook de mate waarin bijvoorbeeld beveiliging moet worden ingericht. Verwerkt u bijzondere persoonsgegevens, medische gegevens of het burgerservice-nummer? Wat voor gegevens staan er in e-mail of in documenten op het moment dat u die in de cloud gaat bewaren? Ik denk als er iets langer dan 2 seconden over het nagedacht, dat u zult zien dat er veel meer persoonsgegevens worden verwerkt dan u in aanvang zou gedacht hebben. De risicoanalyse vereist aan de andere kant ook dat u heel goed nadenkt over de vraag, ja, met wie ga ik nou eigenlijk in zee en onder welke omstandigheden ga ik met iemand in zee, met een aanbieder van een clouddienst. Schakel die dienstverlenende andere partijen in. En wie zijn dat dan? Waar worden die gegevens ergens geplaatst? In welk land staan ze? Is er dus bijvoorbeeld ook een vergunning voor doorgifte van persoonsgegevens nodig? Wat wordt er gebeurd, wat wordt gedaan om die gegevens te beveiligen? Zijn die maatregelen adequaat? Hoe krijgt u zekerheid dat toezeggingen die worden gedaan, dat die daadwerkelijk worden nagekomen? Hoe krijgt u informatie over datalekken, beveiligingsincidenten?
Die afspraken, die heeft u vast te leggen in een bewerkersovereenkomst. Ik zei het al eerder, standaard algemene voorwaarden die aanbieders van clouddiensten gebruiken, die zullen veelal, zonder dat ik daar nu uitputtend onderzoek naar heb gedaan, maar zullen veelal niet datgene voldoende regelen wat u zou moeten willen regelen samen met die aanbieder van de clouddienst. U moet ervoor zorgen dat de wettelijke eisen die in Nederland gelden, dat die worden afgedekt vanuit door middel van die bewerkersovereenkomst. U moet de zekerheid hebben dat u compliant bent. U moet er vervolgens ook op toezien dat de afspraken die u met de aanbieder van die clouddienst maakt, dat u die ook dat die aanbieder die ook nakomt. Dat moet u dus ook echt doen. Niet een overeenkomst sluiten en dan het maar gewoon zo lekker laten. U moet ook echt toezien of de afspraken worden nageleefd. En u moet voortdurend, alert zijn op wijzigingen in uw eigen situatie en op wijzigingen in situatie waarbinnen de cloud dienstverlener opereert. Waar nodig moet er actie worden ondernomen om de situatie te veranderen, op de bewerkersovereenkomst te veranderen. U blijft verantwoordelijk als verantwoordelijke. Dat is een basisprincipe. Een van de aspecten waar u daarbij moet rekening houden, dat is komende wetgeving rondom datalekken, meldplicht datalekken. In de verordening wordt daar een regeling in voorzien, maar Nederlandse wetgeving die nu in de maak is, voorziet daar ook in. Betekent op het moment dat er sprake is van een datalek, dat u en betrokkenen moet informeren en u moet toezichthouder informeren. En zoals de wetgeving er nu uitziet, op het moment dat u het niet doet, zouden daar ook boetes voor tegenover kunnen staan. De bewerker, dus de aanbieder van de clouddienst, moet u dus informeren op het moment dat er zich een datalek heeft voorgedaan, zodat u uw verantwoordelijkheid kan nemen. Zoals u hier zit, als relaties van SURF, en ik ben blij dat ik een doorkijkje heb gehad in 2018, waarin dat alleen nog maar versterkt is, en daar werden ook dingen gezegd waar ik het van harte mee eens ben. Zoals u zit, staat u samen sterk. Eendracht maakt macht. U gaat gebruik maken of bent gebruik aan het maken van diensten van cloud-aanbieders. En u zult bij het selecteren van clouddiensten, bij het afspreken van voorwaarden waaronder die clouddiensten worden afgenomen, zou ik u willen aanraden om daarin samen te werken. Om goede afspraken te kunnen realiseren, om goede adequate maatregelen te kunnen garanderen van de aanbieders, door de aanbieders van die clouddiensten. Dat is voor u goed. Dat is voor de personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt goed. En dat is ook voor de markt goed, want die weten gewoon waar de Nederlandse markt om vraagt. Dames en heren, ik kom naar een afronding. De zienswijze van het CBP, de opinie van artikel 29, de uitspraken van Deense en Noorse toezichthouders, die maken dat er eigenlijk al best wel veel duidelijkheid is over privacy in de cloud. Het komt neer op een paar hele simpele vuistregels. De verantwoordelijke blijft verantwoordelijke, hij is en blijft het. Risicoanalyse is onmisbaar. Een bewerkersovereenkomst is nodig, zo ook de naleving en de controle op die overeenkomst. De beveiliging moet in ieder geval goed worden geregeld. Hetzelfde geldt voor doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie. En het is raadzaam om nu al rekening te houden met de komende wetgeving rondom datalekken. Er is een beeld, en dat werd ook al in de aankondiging gezet, dat cloud computing ingewikkeld is en dat privacy rondom cloud computing helemaal ingewikkeld is. Ik geloof niet dat dat het geval is. Er is veel juridische duidelijkheid over een heleboel deelaspecten die ook voor cloud computing gelden. Over beveiliging, over doorgifte van gegevens, over bewerkersovereenkomsten. En dat maakt dat er geen sprake is van een juridisch vacuüm. Wetten en regels zijn duidelijk en het wordt ook steeds duidelijker, ook door middel van die opinies en die uitspraken, hoe die moeten worden toegepast in de verwerking van persoonsgegevens in de cloud. Het onderwerp
Cloud heeft uw aandacht, het heeft ook onze aandacht en dat zal het ook blijven houden. En dat maakt ook dat ik, zoals ik ben begonnen met de film Back to the Future, kan eindigen met Back to the Future 1 tot met 6 ongeveer. En dat is To Be Continued. Ik dank u hartelijk voor uw aandacht. Dankjewel Udo voor dit mooie inzicht in privacy en goed om te zien dat het CBP hier zeer actief mee is. We hebben zo direct een workshop over privacy, alleen kan Udo daar helaas niet bij zijn, dus is er nu gelegenheid voor een paar korte vragen, als daar behoefte aan is. En de echte discussie kan straks in de privacy workshop plaatsvinden. Jacco, de microfoon komt eraan. Ja, u heeft denk ik heel uitgebreid invulling gegeven aan hoe je verantwoordelijkheid moet nemen als instelling. Wat mij niet helemaal duidelijk is, is hoe ver die verantwoordelijkheid strekt als het gaat om docenten en studenten die actief zijn binnen mijn instelling. Heel simpel voorbeeld, een docent besluit om met zijn studenten samen te gaan werken in een samenwerkingsomgeving die hij zomaar kiest. Ja. Hij adviseert zijn studenten daarop in te loggen met het e-mailadres van mijn instelling. Het is mijn docent, het zijn mijn studenten. De samenwerkingsomgeving staat ergens in Amerika. Die maken gebruik van een volstrekt lekke server ergens in Pakistan. Er gaat van alles mis. Ben ik nu verantwoordelijk? Ja, de verantwoordelijke is, zoals de wet dat uitlegt, degene die doel en middelen bepaalt. Ik ga ervan uit dat er een gezagsrelatie ligt tussen de instelling en de docent. En en dat we ervan uit kunnen gaan dat de docent zich aan de richtlijnen heeft te houden van de instelling. En daarmee dus ook aan de voorzieningen die de docent wel of niet mag gebruiken. Dus op het moment dat u daar gevaar in ziet, dan zou ik me kunnen voorstellen dat de instelling zegt, dat mag niet, tenzij wij een samenwerkingsruimte hebben gecreëerd en daar afspraken over hebben gemaakt waarvan we weten dat we die verantwoordelijkheid kunnen garanderen. Dus deze korte vraag zou ik willen beantwoorden met ja, ik denk wel dat de instelling verantwoordelijk is. Jacco, aan je rechterhand zit nog een vraag. Je hebt de microfoon al ingelegd. Ronald Lenis, Tilburg University. We weten allemaal dat een aantal van de partijen die werkzaam zijn op die cloudmarkt hier en daar problemen hebben met nationale toezichthouders. Denk aan Facebook, denk aan Google. U bent bij het CBP verantwoordelijk voor de handhaving. Ik heb u daar eigenlijk helemaal niet over gehoord op het vlak van cloud computing. Gaat het CBP handhaven? En zo ja, naar wie toe dan? Is dat naar de instellingen toe of naar de cloud aanbieders? Ik heb mijn presentatie geëindigd met To Be Continued. Het heeft onze aandacht. Ik ga nu iets zeggen wat ongelooflijk flauw is. Wij doen nooit uitspraken over onderzoek, handhaafd onderzoek, wat loopt of wat we eventueel zullen entameren. Wat wel van belang is, is dat wij ons onderzoek bijna altijd richten op de verantwoordelijke. Omdat dat degene is die nogmaals verantwoordelijk is voor die gegevensbewerking. Het is de verantwoordelijke die bepaalt op welke wijze hij dat doet. Met welke organisatie hij in zee gaat. En nogmaals, die verantwoordelijke moet er dus voor zorgen dat er compliance is aan de wet beschermd persoonsgegevens. Dus op het moment dat wij handhavend gaan optreden, zal dat richting inderdaad een verantwoordelijke zijn en niet snel bij een bewerker. Daar is nog een vraag. Eén moment. Het is duidelijk, Tony van der Tocht, ministerie Binnenlandse Zaken. Het is duidelijk dat u de verantwoordelijke wil aanspreken en op het moment dat het instellingen zijn, is dat duidelijk. Maar de personen hebben zowel een identiteit binnen de instelling als een identiteit als persoon. En als consument zijn daar heel andere verantwoordelijkheden dan als van de instelling.
En in de huidige wereld is dat steeds diffuser aan het worden. Dus terwijl het wettelijk kader heel erg duidelijk aan de ene kant is, zien we de gebruikers, de consumenten, de studenten, de docenten ook als consument optreden in diezelfde wereld. En dat lijkt me dan een stuk complexer. Hoe kijkt u daarnaar? Nee, dat is ontegenzeggelijk waar. Alleen waar de wereld kan wel eenvoudiger worden gemaakt, althans in onze optiek, door te kijken naar welke gegevens worden door wie verwerkt. Want daar is iemand verantwoordelijk voor. Het klopt dat mensen die bijvoorbeeld in een instelling werkzaam zijn, dat die ook op Facebook, op LinkedIn of Twitter actief zijn. Op dat moment gaat het niet om gegevens die vanuit een instelling worden verwerkt en waarvoor dus een instelling verantwoordelijk is. Het is deels de verantwoordelijkheid van mensen zelf om daar op een slimme manier mee om te gaan. Aan de andere kant, en daarin zijn we wel actief en daar zijn we vooral ook internationaal heel erg actief in, om ook ervoor te zorgen dat de aanbieders van dat soort diensten, zoals een Facebook, dat die op een goede manier bijvoorbeeld de instellingen van Facebook inregelen, zodat als je een vinkje zet, niet er een project X in haren aan de hand is. Twee weken geleden hebben onze Ierse collega's een rapport over Facebook gepubliceerd, met ook een aantal aanbevelingen, aanwijzingen waar Facebook zich hopelijk aan gaat houden, om ervoor te zorgen dat Facebook privacyvriendelijk wordt ingericht. Dus in die zin kijken we wel naar de Facebook, de Googles, et cetera van deze wereld. Maar waar het gaat om bijvoorbeeld het afnemen van clouddiensten, dan is zo'n aanbieder, een Google of een Microsoft, is gewoon een bewerker. En is ze verantwoordelijk, blijft hij verantwoordelijk. Dankjewel Udo. Graag nog een applaus voor Udo Doelen. Nou, Ronald die stelde zich net al even voor, Ronald Lenis. Hij gaat de workshop over privacy leiden. Net als gisteren zijn de interactieve workshops slechts 25 kaarten. Dus als je daarbij wil zijn, ga even naar de balie om een kaart op te halen. De overige drie sessies zijn gewoon open toegankelijk en betreffen een reis naar de toekomst. Een reis naar de toekomst van surf, een reis naar de toekomst van het netwerk en een reis naar de toekomst van de services. Ik hoop allemaal dat jullie nog het programmaboekje hebben, zodat je weet waar wat te vinden is. We zijn een kwartier later gestart en eindigen deze sessie ook ongeveer een kwartier later, dus alles schuift een kwartiertje op. Er is slechts een kwartier pauze, dat betekent in de praktijk pak koffie en iets lekkers en schuif meteen door naar de volgende zaal, zodat we een beetje op tijd blijven. Tot straks.